Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. Maar aangezien dit een podcast is, houden we toch bij woorden. De inspiratie hiervoor ligt wel in de wonderwereld van de beeldende kunst. Kunst spreekt, prikkelt, provoceert en doet ideeën, emoties of herinneringen ontspringen. Vergeet eens even de drukte, leun achterover en mijmer mee met onze columnisten als ze de vele kleuren van kunst en geloof schilderen in beeldspraak. Met vandaag een column van Jean Bos. Er zijn van die momenten dat je wel door de grond zou kunnen zinken van schaamte. Dat gebeurt uiteindelijk niet en maar goed ook. Iets dergelijks overkwam me lang geleden toen iemand een tekening voor me neerlegde en vroeg of ik wist wat die voorstelde. Voor een goed begrip moet ik erbij zeggen dat het een reliëftekening was. Aan een gewone tekening heb ik namelijk niets, eenvoudig omdat ik daar niets van zie. Ik liet mijn vingers over het blad gaan en moest na enige tijd toegeven dat ik er geen flauw idee van had wat me voorgespiegeld werd. Maar dat is een huis, slimmeke. Ziet je dat niet? Ik zag het dus niet, omdat het me volstrekt onbekend was dat een huis op die manier getekend werd. Het was relief, maar de afbeelding stak niet meer dan een paar millimeter boven het papier uit. Zo laag is een huis doorgaans niet. De tekening was ongetwijfeld goed gemaakt, maar ik begreep er geen snars van. En je gelooft het of niet, maar later overkwam me nog eens hetzelfde. Toen was het een boom. Om hard weg te lopen, een boot te nemen naar een onbewoond eiland en te hopen dat je geen vrijdag tegen het lijf loopt. Als een boom overeind staat of neerligt op het groene gras, ziet die er gewoon anders uit dan zo'n kunstig vervaardigd relief. Tegenwoordig zijn er gelukkig meer mogelijkheden om voorwerpen beter weer te geven, maar het blijft altijd een kwestie van afspraken. Sommige artiesten kunnen daarbinnen prachtige tekeningen tot stand brengen. Maar wie die afspraken niet kent of begrijpt, wie ze niet spelenderwijs als kind geleerd heeft, tast letterlijk en figuurlijk in het duister. Zo vertelt de Bijbel het verhaal van een Ethiopiër die Jeruzalem had bezocht en op de terugweg in zijn wagen hardop uit het boek van de profeet Jesaja las. Iemand hoorde hem lezen en vroeg terloops: verstaat u wat u leest? De man begreep de woorden wel, maar de context van wat hij las was hem compleet onbekend. Daarom zei hij: hoe zou ik dat kunnen als niet iemand me de weg wijst? Gelukkig kon de ander hem uitleg geven en vanuit die tekst vertelde hij hem over Jezus en hoe hij vrijwillig zijn leven gaf om voor ons vergeving van zonde tot stand te brengen. Het evangelie is meer dan alleen maar een levensgeschiedenis. Het spreekt, net zoals de hele Bijbel trouwens, over ons eigen leven en hoe dat door het werk van Christus veranderd kan worden, zelfs op zijn kop gezet. Kijk eens naar de apostel Paulus, die door één ontmoeting met Jezus een vurige verdediger van het geloof werd, terwijl hij eerder een fanatieke tegenstander was. Toegegeven, de Bijbel is geen makkelijk boek en roept heel wat vragen op die zeker niet allemaal beantwoord worden. Maar vier belangrijke dingen kun je wel aan de weet komen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? En wat is mijn eindbestemming? Het antwoord op die vragen wordt gegeven door de centrale figuur in de Bijbel, Jezus Christus, de Zoon van God die mens werd om ons in onze zoektocht te helpen.